We kennen Wassenaar vooral van de grote kasten van huizen, maar in dit kleine kerkje in het centrum van Wassenaar trainen twee Glory kampioenen. En een van die Glory kampioenen komt in actie tijdens Glory 83 in het middengewicht, Donovan Wisse. Donovan, je bent in Nederland. Dat betekent in jouw geval vaak dat je aan het eind van je voorbereiding bent. Hoe gaat die voorbereiding tot nu toe? Tot nu toe gaat het heel goed. Een beetje wennen aan het klimaat. Ik kom natuurlijk van 30 graden naar opeens 0 graden. Dat is een beetje wennen, maar ik mag niet klagen. Tot nu toe gaat het heel goed. Ik ben ready, ik ben fit. Je moet dan wennen aan het klimaat. Waar moet je aan wennen? Het is natuurlijk de kou, maar ja. waar merk je wat aan, zeg maar? Als ik daar train in Suriname, ben ik kletsnat. En hier, als ik een uurtje train, is het alleen rond mijn kraag een beetje nat. En dat is vrij frustrerend. Ik ben toch wel iemand, als ik train, wil ik helemaal nat zijn eigenlijk. Klinkt gek, maar het is gewoon lekkerder. En gewoon het klimaat, het is vocht, het is koud. Als je inademt, je hele neus zit koud, je spieren zitten vast. Dus je moet langer warm worden voordat je iets eigenlijk kan doen hier in Nederland. Dus daaraan moet ik wennen. En tot nu toe gaat het heel goed. Ik ben al een beetje gewend eraan. Donovan zit natuurlijk voor een groot deel in Suriname. Ja. Dan komt hij voor de wedstrijden komt hij eigenlijk al bij jou, toch? Ja. Ik ben zeg maar de manager, of zeg maar, ik ben de manager, coach. En vroeger zat hij meer in Nederland dan in Suriname. En nu zit hij meer in Suriname dan hier. Ja. Dus een beetje wegrennen voor de kou, zeg maar. Ja. 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 Ja, want hij houdt niet van kou. Hoe kan je het anders vertalen? Wat clipte Dave nou net naar je? Nee, Dave was een beetje herrie aan het maken. wat is hij voor jou? Heel veel. Hij betekent veel voor me in Nederland. Hij is degene die me een beetje ontdekt heeft hier in Nederland. Het podium gegeven, tijd voor me vrijgemaakt. En ja, ik ben een beetje het gezicht van Felix en dat vind ik ook wel leuk. Zo, ik gedraag me ook, als ik hier ben, gedraag ik me ook gewoon correct. Ik geef de jongens het aanwijzing als ze aan het trainen zijn, petsen. Dus Dave betekent wel heel veel voor me. Met Andy Semeler trainen, de kampioen op de welterweight klasse, ja. Hoe is dat? Het is altijd leuk als Semeler erbij is. We leren heel veel van elkaar. Een jongen die heel technisch is, waar je van je heel veel kan leren, heel veel ervaring ook. En we mogen elkaar heel erg. Ja. Ja, zie je gelijkenissen tussen jullie twee? Ja, ik denk qua kleur eigenlijk en de manier hoe we beter willen worden. Hij is natuurlijk een hele andere type vechter dan mij. Hij beweegt meer in en uit. Ik ben meer van de druk zetten en zo. Maar we pakken elkaar wel, een stootje hier, een trapje daar en dan lachen we er wel over. En jullie kunnen van elkaar leren. Dat is altijd leuk. Ja, want jullie lijken het ook echt met elkaar kunnen vinden. Ja, dat is wel altijd leuk. Het is gewoon spelen, niet eens spelen, weet je. We pakken elkaar gewoon wel echt. En dat hoort ook zo, want je moet scherp blijven. En dan kunnen we erover lachen van, ik was niet scherp op het moment, dankjewel. Je weet toch, het is gek, je slaat je gezicht en je zegt gewoon dankjewel. Kickboxen is een rare sport, man. Ik keek op naar deze jongens natuurlijk, zijn kampioenen en nu sta ik met ze te werken. En ik lach onder de trainer wat jullie hebben gezien, want ja, ik vind het nog steeds prachtig. En het wordt alleen maar mooier. Het zijn niet alleen de hoogtepunten, maar ook gewoon dit, de kleine dingen samen trainen met goede jongens. Dat vind ik heerlijk. In wat opzicht slijpen jullie elkaars messen dan? Want ja, jullie zijn hetzelfde, dus dat zie je terug. Hoe word je dan beter van hem? Ja, wat ik zeg, we zijn onvoorspelbaar. Maar omdat we dat alle twee zijn, dan, ja, wat ik net zeg, we counteren niet wanneer we willen, we beginnen niet wanneer we willen. Dus daar moeten we heel erg zoeken. En ja, en dat houdt je extra scherp. Je gaat straks je titel verdedigen tegen Almeida. Ja. Je hebt al een keer tegen hem gevochten op Collision 2. Wat herinner je je van die partij? Dat hij een hele slimme vechter is. Hij bleef niet. Ik had hem in de eerste ronde aangeslagen. En vanaf dat moment had hij zichzelf aangepast eigenlijk. Terwijl ik nog met het gevecht was. In de eerste ronde eigenlijk hard stoten, niet vechten zoals als het gevecht van je vraagt. Je weet toch? En hij had zich al aangepast. Dus dat was een slimme tactiek van hem. In de afgelopen 3 jaar is hij ook gegroeid. Ik ben ook gegroeid. Dus 11 februari wordt een hele mooie gevecht waar ik denk beide aan elkaar zich gewassen eigenlijk. Wat vond je van zijn laatste partij?
Heel goed. Ik vond hem sterker. Hij is vooruitgekomen, wat ik zo net al zei. Scherper. Hij wacht niet meer zo lang. Dus, en heeft goed gebruik gemaakt van zijn ervaring. We noemen hem al Serkan. Dat is ook wel iemand die echt naar jou toe aan het gaan is. Ja, een beetje aan het uitdagen is. Ik ben in deze divisie gekomen om wereldkampioen te worden. En dat is wat ik ga worden. Dus de volgende stap is de belt. Ja, hij is een beetje aan het uitdagen, een beetje aan het rondzoomen rond mijn oren. Maar geef geen gehoor aan hem eigenlijk. Als het gevecht staat, dan staat hij er. Voor nu mag hij heel veel herrie maken, maar ik vecht niet tegen hem. Ik sta tegen Almeida. Dus mijn focus op Almeida en dan zien we wel wat erna gebeurt. Doet het niks met je? Denk je niet van ja, jongen? Nee, ik pak hem sowieso. Serkan, ik pak hem sowieso. Maar op dit moment doet het me helemaal niks. En dus mijn focus is op Almeida, man. Hey Donovan, we gaan. Je had het al over het klimaat. Ja. We gaan even uit je comfortzone. Ja. heb je wel eens gesnowboard? Nee, nooit van mijn leven. Gaan we dat nu doen? Dat gaan we zeker doen. Kickboxing fearless. Even kijken wie je echt fearless bent. Ben ik sowieso. En een jasje erbij. Oké, okay, is goed. Ja, dat moet ik hebben. Maar ik heb het altijd al willen doen hoor, daar niet van. Echt hoor? Als ik een paar beelden zag op het internet en zo, dan vond ik het wel leuk om te zien. Ja. En misschien ook uit te proberen. Oké. Okay. Dus vandaag is het wel mijn dag. Want het is echt sneeuw, kaal. Het is echt gewoon een andere wereld, hè? Dat is toch zeker. Ik ben ready hoor, ik wacht op jullie. Ja, ja. Ik maak geen grap. Want je was 10? Ja, toen begon je met boksen. Ik was 9 toen begon ik met boksen. Toen woonden we in Nederland. Een tijdje woonden we wel in Nederland. En toen zijn we teruggereisd naar Suriname. En vanaf mijn 10e ben ik begonnen met kickboksen. En op welk moment bleek dat je talent had? 18, 19. Ja, zoiets, ja. Zo, dit, auw. Dus je bent dan 18 en dan merk je, maar hier ben ik goed in. Ja, dat zeker. Toen kwamen we naar Nederland. Had ik één laatste B-partij voor de titel. Ja. Sloeg ik die jongen Robin Sirik. Had ik hem met een hoge trap gepakt in de derde ronde. Dat was mijn laatste B-partij. Ja, die nu ook bij Glory actief ja, is, hè? Ja, hij is ook actief bij Glory. En toen een keertje op Infusion gevochten. Daarna gelijk eerste A-partij. En zo ben ik dan 3 jaartjes naar Nederland toe verhuisd. Om, ja. Gewoon hier te wonen, te vechten. En gewoon kijken wat je kan doen met de sport natuurlijk. En waar woonde je dan? Want toen Rotterdam. Woonde je echt in Nederland, in Rotterdam. Ja, en hoe was dat dan? Want je zegt nu al, ik moet wennen aan het klimaat. Ik denk dat als je hier fulltime woont, dat nee, je normaal moet ik snapte de kogels af en toe hoor. Ik was dan, laten we zeggen, na mijn gevechten in december. Was ik de volgende dag gelijk weer in Suriname. Gelijk erna. Ja, ja, ja. 2 maandjes. Dus ik was wel een beetje... Toch langer hier, maar wel 2 maandjes dan naar Suriname om een beetje de kou te ontlopen. Ja, ja, ja. dat was niet fijn, nee. En wat ben je voor persoon? Want ja, binnen Glory ben je... Ik bedoel, je houdt niet van kou, maar je bent natuurlijk een beetje het ijskonijn ook. Je bent altijd relaxed, ja. Heel kalm. Ik ben wel als vechter ben ik een relaxte vechter, kalm. En, maar gewoon buiten de sport om ben ik ook wel van grappen maken. Ik heb wel vaak heel vaak mijn lolbroek aan. Ik kan wel heel lastig zijn, ik ben een heel lastige jongen. Oh ja? Wat ja. Is er dan lastig? Wat gebeurt er dan? Gewoon mensen vervelen, plagen, een beetje pesten, je weet toch? Dus zo op die manier eigenlijk. En met mijn vrienden ben ik heel luid. Ben ik echt wel aanwezig. Dus... Ben je wel eens boos? Nee, zelden. Ik ben niet een jongen die... Als ik boos ben, ben ik misschien een half uurtje boos of zo. En dan is het gewoon weer weg. Je lost toch niks op als je boos bent, weet je toch? Je bent altijd rustig, je zegt, nee. Dan win je op ja. Fantastische wijze. Ja. Ik ben niet tevreden, had beter gekund. Ja, maar ik denk als ik echt meer mezelf ga moeten zijn voor de camera, dan heb ik geen rem meer, weet je toch? dan maakt niet uit. En ik hou mezelf gewoon rustig, ik wil gewoon duidelijk zijn, weet je toch? Duidelijk overkomen. Maar... Als ik heb gewonnen, ja, het hangt er vanaf hoe ik me heb gevoeld tijdens dat gevecht. Als ik denk van ja, die energie was toch niet zo goed. Ik heb wel mooi gewonnen of het was wel een mooi gevecht, maar voor mezelf was het toch net iets wat beter kon. Of het voelde niet goed aan, weet je toch? Dus ja, je leert gewoon met daarmee omgaan als je vecht of als je vechter bent. En ja, met mijn agressiviteit heb ik ook moeten leren wennen in een gevecht. Ik was
boos op een jongen, hij had me geduwd op een beweging of zo. En toen ik dacht, ik sla hem knock-out. Het was een heel kutgevecht eigenlijk. Dus daar, ik heb ook geleerd om als ik boos ben, gewoon rustig blijven. Gewoon je gevecht doen, gewoon technisch blijven. En daar komt het wel. We gaan nu proberen een stukje te steppen. De enige manier waarop ik hem kan hebben. Oké, ik ga je een duwtje geven. Komt ie. Jongens, ik film, nu gaat het. 360. Februari, Duitsland Essen. Ik ben er klaar voor. Ik zal het wel beter doen dan snowboarden. Maak je geen zorgen. De belt gaat terug naar Suriname. Donovan Wissen, de Dream Chaser. Hoes!